Dat februari de maand is van liefde kwam goed tot uiting bij de maandelijkse bijeenkomst van de schrijversgroep gisteravond in Tori Oso. Zo heeft de jonge dichter met de pseudoniem Junior Charles twee dichtboeken, Deeper Insight en Beginning of You, over het vinden van licht in duisternis gepresenteerd. Zijn inspiratie voor het schrijven van deze bundels haalde hij uit een heartbreak. De dichter gaat in op de inhoud van zijn dichtbundels. Het gaat om het vinden van licht. Het gaat ook over liefde en alle facetten van liefde. Hoe ga je met liefde om? Hoe ervaar je liefde? En hoe ervaar je ook de lelijke zijde van liefde? Dus met alles in een nutshell. Mijn eerste heeft ongeveer 3 jaar geduurd en mijn tweede heeft maar 1,5 jaar geduurd. Wat waren allemaal de uitdagingen? De uitdagingen waren eigenlijk om het uit te brengen. Dat was sowieso een om met in Suriname je geen boeken kan uitbrengen. Los van als het een kinderboek is en de meeste zijn geen kinderboeken. En de kosten. Junior Charles heeft bij het vervaardigen van zijn dichtbundels ook gebruik gemaakt van de talenten van andere jonge Surinamers. Haar inbreng hier is dat zij voor mijn tweede boek heeft zij beide omslagen geschilderd. En ze heeft tegelijkertijd ook twee gedichten volgens mij erin geplaatst. Omdat ik dan het idee erachter was dat ik eigenlijk andere kunstenaars of kunstenaars en mensen die dichter ook erbij in te nemen, zodat ze ook een stem kunnen krijgen. Junior Charles moedigt personen aan die hun gevoelens aan niemand kunnen uiten, om die op te schrijven. Bij de bijeenkomst van de schrijversgroep is er ook ode gebracht aan woordkunstenaar en dichter Sombra, pseudoniem van Stanley Richard Sleengaard.